Ronald Berggraaf, Johan Jones en Emiel Ritveld hebben onlangs hun 60-jarig ambtsjubileum in dienst van de Evangelische Broedergemeente herdacht. Op 17 augustus was het precies 60 jaar geleden dat ze na hun voltooiing van de opleiding tot predikant in Nederland naar Suriname terugreisden en in dienst traden van de Evangelische Broedergemeente. In dat kader is er een boottocht voor ze georganiseerd op de Saramacca-rivier. Volgens Agnes Ritveld, organisator van de reunie, was de boottocht bedoeld om symbolisch hun reis vanuit Nederland naar Suriname nogmaals te beleven en herinneringen uit de 60 dienstjaren op te halen. In totaal hadden 7 predikanten de opleiding tot predikant voltooid en alle stapten ze in de boot richting Suriname. Het gaat in feite om 7 predikanten. Geef je me dat boek? Maar van die 7 predikanten zijn 2 ons al voorgegaan. En 2 van de 7 die wonen nog in Nederland. Het zijn deze 7 predikanten. Ons zijn voorgegaan dominee en zuster Mingun. Zuster Dielingen is ons voorgegaan en broeder en zuster Darnold. En dan hebben we vandaag hier in ons midden broeder en zuster Jones, broeder en zuster Berggraaf, broeder en zuster Ritveld. En in Nederland wonen nog dominee Dielingen en dominee Hessen. De predikanten en hun echtgenoten waren enorm verrast met het uitje. Ze deelden herinneringen met elkaar en vertelden hoe ze vroeger te werk gingen. Om te beginnen met Nikeri, waar we ook gezeten hebben, ik dacht iets van 7, 8 jaar. Bijzonder leuk was het om met de mensen daar een stuk lectuurwerk op te zetten. We kwamen zelfs zo ver dat we een lectuurdepot hadden gebouwd. En we hadden officieel vergunning van de distriscommissaris om dat winkeltje open te houden, te exporteren, te verkopen. En ik had goodwill colporteurs, dat waren er 8. Die kwamen elke tweede maandag van de maand bij elkaar. Daar werden boeken uitgedeeld, er werden boeken besproken. En dan gingen ze de wijk in om die boeken aan de gemeente leen te brengen. Laten we zeggen, die communicatiemogelijkheden die men heeft tegenwoordig. Hè? Ja. Dus het is goed voor mij om te vragen, zeg, hey, is jouw bezoek als voorganger, als pastor, nog gewenst in deze tijd van communicatie en zo. Vlug contact maken met elkaar en dergelijke. We leven inderdaad in een veranderende wereld. Het predikantschap is niet alleen maar om het evangelie in de kerk te prediken, maar we moeten ook kijken naar de algemene ontwikkeling. Kijken naast de prediking van het evangelie naar de sociale noden van de mensen. De predikanten waren het er allemaal over eens dat de Heere hun werk gezegend heeft.